na 3 keer stoken ongeveer, zeg maar 2 à 3 keer in de week, als de kachel uit is en koud, deurtje open, de aslader leeghalen, altijd de brandenbak eruit en goed kijken of de gaatjes nog goed gangbaar zijn, dus dat die open zijn, dat er niks meer. Dit even uitzuigen, dat ruitje kan zwart worden, even schoonmaken met een, ja, met even een stukje keukenrol, wat nat maken. Als er heel veel op zit, kun je er wat as aan doen, wat je dan als het ware als schuurmiddel gebruikt. Wat heel schoon van, of je gebruikt een krant. En oma die gebruikte vroeger een theezakje. Alles weer in elkaar, deurtje dicht. En dan is weer klaar voor de volgende stookbeurt. Dan gaat het wel per pallet, dus ongeveer 1000 kilo. Dan betaal je rond de €300 wordt het hier aan huis bezorgd. Maar dan moet je wel, je bij je op moet letten, even voor de film, is het certificaat EN plus A1. Dat moet erop staan. Dat adres wat ik geef, daar hebben ze alleen maar dat soort. En het liefst 100% naaldboomhout. Dan heb je schone verbranding, een mooie vlam. En voor het levensduur van je kachel is dat optimaal. Nou, we gaan hem aansteken. Om hem aan te zetten, 2 seconden de aan- en uitknop. 1, 2, pats. Dan gaat hij aan. Wat hij dan gaat doen, is pellets laden. Dus in het brandenbakje. De gloeispiraal gaat branden. Als er genoeg in zit, hij blaast daar wat lucht onder, dan krijg je een ontbranding. En dan gaat hij straks branden, met een minuut of 5 tot 10. Als hij brandt, en het is hier 60, 65 graden, dan gaat deze ventilator draaien. Het is in het begin wat hard, maar als je het hier wat meer op temperatuur krijgt, of je zet hem wat zachter, dan blaast hij wat minder hard. Ik heb nu op 17 graden gezet. Dat lijkt mij een aangename temperatuur voor hier. Hier zijn een aantal knopjes. Dus ik regel eigenlijk wat u. Ik heb hem zo gezet dat u alleen maar te regelen hoeft met de temperatuur. Als je die bereikt heeft, gaat die uit. Dus als ik hem nu, zeg maar voor 's avonds, naar 10 graden zet. En het komt hier in deze hal onder de 10 graden, dan zal die even aangaan. Hij zegt nu ook van ik ga naar modulatie, dus hij gaat nu afsluiten, omdat ik hem op 10 graden heb gezet. Nou, wilt u hem zelf helemaal uitzetten, dan is het weer een kwestie van 2 seconden, die knop en dan zet je hem helemaal uit. Stel dat je weggaat of je bent een paar dagen weg, of het weekend, 2 seconden die vasthouden. Hup, dan zegt hij final cleaning. Dan duurt het nog 10 minuten, een kwartier voordat hij echt helemaal uit is. Want wat hij nu gaat doen is het brandenbakje leeg branden. Dan blijft de ventilator nog een tijdje draaien om af te koelen. En dan gaat hij echt uit. En dan als u straks hem weer aanzet, 2 seconden die vasthouden. En dan met de temperatuur is hier weer mee te leven. Ik zou hem overdag, maar goed, dat moet even uitvogelen van wat doet deze kachel hier. Wat weet ik te bereiken. Maar ik denk dat het handig is om hem overdag op 17 graden te zetten. En s'nachts op 10 bijvoorbeeld. Dan gaat het hier nooit vriezen. En dan overdag haalt hij de kilter eraf. De kachel heeft 5 standen. Kan ik ook regelen. Ik zeg van nou, ik bepaal zelf hoe hard die brandt. Stand 5 is de hoogste stand. Stand 1 is de laagste stand. Maar die werken nu, die werken wel. Zodra ik daarop druk, gaan die werken. Maar ik heb hem zo ingesteld dat hij puur op de temperatuur gaat. Dus de standby functie staat aan. En als ik hem dan die temperatuur die ik hier instel, dan gaat hij zelf werken met die standen. Dus dan begint hij op 5 en dan zakt hij langzamerhand naar 1. Als stand 1 te warm is voor de ingestelde temperatuur, dan zal hij zichzelf uitschakelen. En dat duurt minstens 20 minuten. Als ik dan weer onder de ingestelde temperatuur kom, dan start hij weer op. En dat is het eigenlijk. Zo simpel is het.